Hey, hallo allemaal, we zijn er weer. We gaan vandaag weer lekker tekenen. Het is maandag, nieuwe week. Maar Luca Dietz tekende deze week. En vandaag heb ik een hele gave. En die staat niet in mijn boek, maar er staan wel hele andere leuke dieren in. Maar nu gaan we een nieuwe doen voor het nieuwe boek. En dat wordt een wolf. Ja, die wordt echt superleuk. Let maar op. Kijk, de wolf aan een wolvenkop doen. Zien jullie het? Wacht even voor, een beetje zo. Ja, dat is beter. Zo, wolf, een wolvenkop. En met grote oren en zo, weet je, onder het spreukje van een kapje, goed hoor. Nou, kijk, daar gaan we hoor. We beginnen met een hele grote driehoek. Dat wordt zijn kop. Even kijken hoor. Oeh, even ervoor zitten. Kijk, een driehoek. Ik ben stift nou een beetje leeg, wacht even voor. Pak even een andere stift. Kijk of deze beter is. Ja, dit is goed, dit is goed. Kijk, hele grote driehoek. Dat wordt zijn kop. En dan gaan we in die driehoek, goed opletten, zetten we nog een driehoek. Kijk, niet te groot, begin je ongeveer, begin maar ergens. Ach, maakt eigenlijk niet uit ook, het is jouw wolf, dus je mag hem eruit laten zien als jij wil. Kijk, doen we hier, zetten we nog een driehoek. Kijk. En dan gaan we nog een driehoek maken. Zijn neus. Kijk. Zijn neus. En dan doen we hier rondjes. Zo. Daar nog een, dat zijn natuurlijk zijn ogen. En dan zetten we dan weer een rondje in. Zo. Kijk, de wolf. Hier, dat gaat al blijken. En dan gaan we van deze driehoek, trekken we een rechte lijn zo, naar beneden. Naar zijn neus. Kijk, zie het? Echte wolf. Nou, let op, wat heeft een wolf ook? Oren. Zetten we hier. Zijn oren zijn ook gewoon driehoeken. Kijk, zetten we er bovenop. Hup. Hup. Maak die oren maar lekker groot. Noem maar lekker wat jij wil. Hoppatee. En dan zet ik weer in die oren, zet ik er altijd nog een streepje zo. Kijk, dan maak ik het nog echter. Zie je dat? Gaaf, hè? Nou, wat heeft een wolf nog meer? Die heeft een beetje haar op zijn kin. Weet je wel, zo, een beetje zo. Doe maar gewoon zo. Dat is bij de leeuw. Hup, 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 hup. Hup, hup. Niet te groot, te veel. Dat heeft natuurlijk. Gewoon lekker zo, hup, zet maar lekker zo streepjes. Gewoon zo beginnen en dan pff, weg. Hup. Hier had ik dat hij aan het einde een beetje vaag is. Gewoon lekker een beetje krassen. Kijk. Zo. Zie je dat? Nou, gaat het erop lijken, hè? Nou, de wolf nog meer. Die heeft natuurlijk een beetje een bot, een beetje snorhaar, hè? Doe een klein beetje zo. Zo. En dan maken we zijn neus. Die maken we zwart. Zo, kijk. Hop. Zie je het? En maken we ook donker. Gewoon streepjes zo. Maken we het even zwart. Oh. Zie je het? En dan doen we dit driehoekje, doen we hetzelfde. Voilà. Nou, gaat op een wolf lijken. Doe hier nog een beetje haar zo. Zo. En dan kunnen we zijn ogen nog een beetje donker maken. Zal ik die helemaal zwart maken. Zo. Zo. En een beetje haar zo op zo. Hoeveel kun je een beetje mee spelen zo. Kijk. En dan hebben we een wolf. Gaaf hè? Hartstikke makkelijk getekend. Nou, je kan er vanzelf nog alles bij verzinnen. En morgen doen we weer een nieuwe. Doei.